Ik zei je op vliegveld Teuge, één telefoontje naar Rob de Man was voldoende om dit prachtige vliegtuig, de Antonov 2, in beeld te krijgen. Deze grootste eenmotorige dubbeldekker ter wereld is ook één van de meest gebouwde toestellen ter wereld. Classic Wings maakt zeer regelmatig vluchten met deze Antonov 2. Niet alleen binnen Nederland, maar ook internationaal. Zo kun je bijvoorbeeld begin september meevliegen naar het historische circuit van Goodwood voor de Goodwood Revival. En dan kom je waarschijnlijk ook de voorvader van deze auto tegen. Prachtig. Maar kijk eens wat we hier hebben. Ja, dit is een Morgan. Een Aeromax. Dan zult u zeggen, ja, maar hij is toch niet klassiek? Ja, dat weet ik. Ik krijg heel vaak de vraag, wat is nu een klassieke auto? Ja, je hebt oldtimers en je hebt youngtimers. Dat zijn eigenlijk de klassieke auto's. Alleen deze, die valt er een beetje buiten. Hij is te jong voor een oldtimer en hij is te jong voor een youngtimer. Er was een Zwitserse bankier. Hij was helemaal verknocht aan Morgans. En die ging naar Engeland toe en die kwam in gesprek met de directie. Hij zei, waarom gaan jullie geen modernere Morgan bouwen? Ja, ze bouwen vanaf 1934 of zo, bouwen ze al Morgans in dezelfde vorm. Je moet het een beetje zien als de Porsches. Het heet nog steeds 911, maar hij is wel helemaal verbeterd. Dat is met de Morgans hetzelfde gebeurd. Het zijn klassieke auto's die moderner gemaakt zijn. Maar een echte nieuwe Morgan was er niet. Hij zegt, als jullie nou eens een nieuwe Morgan tekenen, dan laat ik hem maken, krijg ik carte blanche. Bouw hem maar. Nou, dat is zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk, die bankier die nam die auto af. En morgen besloten we er 100 van te maken. Dingen werden met de hand gemaakt. Wel afzichtelijk mooi. Ze hebben natuurlijk van alles gebruikt. Er zit van alles wat aan. Er zit een motor in van een BMW. Er zitten koplampen aan van een Mini. Er zit de grilling van de klassieke Morgan. Ja, dit is toch een beetje de Bugatti Atlantic, of niet? En dit is toch Lancia, of niet? De auto kost een vermogen. En nu zijn we dus, hij is van 2009. We zijn 8 jaar verder. En hij is niks goedkoper geworden. Dus als je nu zo'n auto wil kopen en gebruikt, dan betaal je eigenlijk nog steeds de nieuwprijs. Dus het is een collector's item. En het is geen youngtimer en het is geen oldtimer. Hangt er een beetje tussenin. Je rijdt met deze auto over de weg, staat iedereen met verbazing te kijken. Omdat het eigenlijk een klassieke, moderne auto is. Die prachtige achterkant is ongelooflijk mooi. Hij herkent toch direct het Morgan, de Morgan grill, het Morgan logotje. Hij herkent direct iets van Morgan in deze auto. En dat is wel bijzonder. Kijk, het leuke is, hier kun je het complete productieproces volgen. Allemaal gefotografeerd. Dus je eigen auto wordt gebouwd, kun je compleet volgen. Er zijn mensen die gaan daar een week naartoe. En die gaan daar een week in een hotel zitten om het productieproces van zijn auto te volgen. Best leuk natuurlijk. Bij de Aero 1 stonden die koplampen een beetje scheef naar binnen. Hier overigens nog. Maar omdat die zo scheel keek, wouden mensen hem niet hebben. En bij die Aero Max hebben ze dat redelijk veranderd. Oogcorrectie kun je het noemen. Het is niet meer als dat, want uiteindelijk staat hij nog een beetje scheef. Is dat nou niet mogelijk om die koplampen er recht in te zetten? Het is heel gedoe om erin te komen, zal ik je vertellen. Eerst je kont erin, naar je rechterbeen erin en dan, ja. En meestal heb je dan een treeplak beschadigd. Hier is de after sales manager niet bij geweest. Dat weet ik zeker. Als je noten nog controleert bij de aflevering, dan zeg je jongens, dit is niet goed. Oh, dit is al net zo erg. Dat is typisch Engels.
Maar misschien is het ook wel heel leuk. En die mooie bubbels. Hè? Je kijkt over die motorkap, dat ziet u natuurlijk allemaal niet, maar dat zie ik. Kijk over die motorkap en dan zie ik die twee bubbels, die twee oogjes. Wat ik vroeger, toen ik helemaal geen geld had, had ik een kikker op. Dat was mijn eerste autootje. Zag ik ook die bubbels. Het is geen auto om te zeggen van, dan ga ik eens even gezellig naar Parijs. Kan wel, maar doe je niet. Dan pak je toch die moderne Porsche, want die heb je er waarschijnlijk naast staan. Als je dit betalen kunt, heb je ook een moderne Porsche of een Aston Martin. Om in de Engelse stijl te blijven, heb je dan gewoon een Aston Martin. En dan staat hij naast. Dat is toch mooi?